Deze highlights worden u aangeboden door Lay's. En PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Dubbele dekking, kijk eens aan. Schotje toch nog van Vinicius. En die zweept meteen het publiek op. En dan Dumfries, laag voorbrengen, Casemiro. En de trap, afgeblokt door Militao. Het schot, en directe redding van Courtois. Zat hij daar nog met de vinger tussen? Nee, het is in een doeltrap. Dumfries met de loopbeweging. En daar is Perisic, afgeblokt door Carvajal. Tweede keer in Inter Milan. Kroos met die linker uithalen en de goal van Toni Kroos. Vanuit het niets legt hij hem in het mandje. En dan staat Real Madrid zonder te domineren met 1-0 voor. Daar is Barella. Nu Martinez met de trap. Trapt hem over het doel van Thibaut Courtois. Perisic. Richting Edin Dzeko, de kopbal. En de eerste redding van Thibaut Courtois. Weer de Nederlander in de 16. Brozovic nog maar eens trappen, weer afgeblokt. En Courtois staat redelijk ver. Het wordt wel degelijk opnieuw geprobeerd. Daar is hij. En de trap geprobeerd van Perisic. Een soort volley omhaal. De vlag is er beneden gebleven. Jovic nu voor zijn eerste Champions League goal. Nee, het zijn het. Mendy. En Vinicius Junior. Dat is goed. En het schot tegen de paal van Rodrigo. Nog eens Real Madrid. Wat zijn zij gevaarlijk. Casemiro. Maar weer Rodrigo vrijgespeeld. Nu dan. Nee, zijn het. Jalanoglu. Dat is een goeie. Daar is Barella met de gelijkmaker. Nee, trapt hem over het doel van Courtois. Krijgt het balletje terug mee. En de trap van Jovic. Dit doet hij wel prima. D'Ambrosio net voor Mendy. En Barella met de slag. Richting Militao, nog niet helemaal over. Dit moet de rode kaart worden toch voor Nicolò Barella. Hier nog eens kijken, stevige charge, dat doet hij al heel de wedstrijd. Militao en Barella botst daar tegen de ledborden aan de zijkant. Het is vooral wat hierna gebeurt. Haalt uit naar de knie van Militao. Geel voor Militao. En dan toch rood, jawel. Ja, lijkt me niet meer dan logisch. Voor Nicolò Barella. Casemiro tot bij Rodrigo. Niet twijfelen, uithalen de redding van Handanovic nog. Geen Toni Kroos meer, dus Asensio neemt de hoekschop. Modric. Hij nu is met de linker. Afgeblokt. En daar zijn ze opnieuw. Weer Modric. Nu is met rechts misschien. Nee. Carvajal en Asensio. Asensio, binnenkant paal, heerlijke goal. Staat er, wat zal het zijn, 2 minuten in. We hebben beslist deze wedstrijd. Wat een fantastische knal van Marco Asensio.
Daar is Eden Hazard. Goed meegeven met Carvajal en die wordt niet gecoacht. Oeh, dat is een bluttertje achterin. En wat doet Mariano Diaz daar? Nou, alles behalve scoren. Di Marco. En de kopbal en de redding nog van Courtois. Skriniar was het. Deze highlights werden nu aangeboden door Lays. En PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.